Dat is toch oog in oog met de natuur. Oh. Nature is healing. Kijk, waarom dit mijn favoriete haai is, is omdat die naar schatting ongeveer 600 jaar oud kunnen worden. Het woordje estimated is heel belangrijk in deze, ja, denk ik. Haai is schijnbaar, ja, dat staat dan in dit stuk dat we niet kunnen lezen omdat we op de paywall zijn gestuurd. Wordt dan uitgelegd waarom dat bij een haai heel lastig is. Maar uiteindelijk kunnen ze dus met deze ogen konden ze dat achterhalen. A living Greenland shark is old as America. Ja, dat is toch een beetje, dit kwam dan op een gegeven moment, en zo kwam het natuurlijk ook weer op de New Yorker. Het prikkelt meteen de verbeelding. Van een beest van 600 jaar oud, ja, dat is lang geleden. Die heeft een hoop meegemaakt, zou je kunnen zeggen. Die ogen die hebben wat gezien. Ja, dus wat het Het is dus gruwelijk. Hoe groot is het beest? Het oog! Wow! Vet, hè? Wacht even. Man. Maar goed. Maar gewoon zo ontzettend. Hey, de kat wil meedoen. Wil je meedoen? Chef. Wil je ook computeren? Geef heel even snel. Nou, die wilde gewoon eten. Kat wilde helemaal niet met ons computeren. Jan was even weg. Ja. Jan moest even de kat te eten geven. Ja. Hoe oud is die kat? Ik geloof 9 of 10. Deze haai is 600 jaar oud. Hoe oud is Ruud Lubbers geworden? Nou, je hebt voor. Hoe oud is Ruud Lubbers geworden? 78. Ruud Lubbers, 78. Deze haai, 600. Weet niet, om daar dan over te lezen in een tweet. Voor mijn gevoel zet dat dan toch het hele internet in een soort nieuw perspectief. Uh-huh. Datingprogramma Bed and Breakfast vol liefde levert geen relatie op voor deelnemers. Deze haai is 600 jaar oud. Idioot, toch? Deze boom, deze ginkgo-boom, is 1400 jaar oud. Ook een idioot idee, hè? Dat is oud, hoor. 1400 jaar oud. Ik moet wel zeggen, kijk, je bent dan wel een boom, hè? Zitten allemaal miljonairs in Silicon Valley zitten uit te zoeken hoe je zo oud mogelijk kan worden. This guy did it. Deze boom is gewoon 1400 jaar oud. Ja. Maar, mag ik daar tegenover zetten dat ook die boom nu content is? Deze vogel heeft een haai gevangen. Ik probeer me nou voor te stellen hoe die haai de wereld ziet. Ik ga je de wereld laten zien, zegt deze vogel. Instagram-account van Rudolf van Veen gehackt. Nou en? De hackers eisen 1000 euro van Veen. Als daaraan niet wordt voldaan, verwijderen ze zijn Instagram-berichten. Inmiddels zijn al 60 berichten verwijderd, meldt zijn manager. Nou en? Van Veen en zijn manager overwegen een nieuw Instagram-account te starten voor de kok. Daar wachten ze nog even mee, omdat hij hiermee in één keer 36.000 volgers verliest. Oké, maar dan... De manager laat weten dat Van Veen niet al te gestrest is, maar wel hoopt dat de situatie gauw voorbij is. Deze haai is 600 jaar oud.